Je brengt iets naar buiten wat je uitdraagt, wat je ja, ook moet verantwoorden, in mijn geval. Is het onderzoek iets wat jij continu eigenlijk doet? Je hebt het nu misschien in het kader van het al met de Tweede Wereldoorlog, maar ben je eigenlijk continu mee bezig met de actualiteit in die zin te volgen? Kijk, ik ben iemand, om het zo maar te zeggen, van de old school stempel. Dus ik ben opgegroeid met de essentie van hip-hop zelf. En dat is begonnen met een boodschap. En dan kunnen we een Grandmaster Flash als voorbeeld noemen, die de eerste track, The Message, naar buiten bracht. En dat is iets waar ik me heel graag aan wil vasthouden. Ik wil geen muziek maken om materiële dingen te promoten dingen, weet je, die belust zijn op materiële waarden, weet je. Dat interesseert mij niet. Het gaat er bij mij om dat mijn album cultureel erfgoed kan worden. Door de dingen die je zegt, dat het altijd eigenlijk blijvend is. Dus dat misschien over 100 jaar iemand het album terug kan luisteren en kan zeggen van, hey, weet je, die shit is er nog steeds. Weet je, en dat inspireert mij. En daarom doe ik ook onderzoek naar bepaalde dingen. En het hoeft niet zo diep te zijn dat ik mezelf opsluit in een, weet je wel, in een bibliotheek en dingen doen. Nee, maar het is wel zo dat je geïnspireerd raakt door bepaalde dingen. Dat eigenlijk reflecteert op het heden. En daar maak je een product van. Wat door jong, oud, iedereen geluisterd kan worden en misschien ook nog vanuit een bepaalde perspectief een boodschap te krijgen. Wat is er eigenlijk aan het kader van jouw vorige, in ieder geval Nederlands grootste nachtmerrie, ja. Zijn daar mensen ooit naar jou toegekomen die hebben gezegd echt van, nou, door die track ben ik daar en daarin gaan verdiepen? Of, ja, er zijn heel veel mensen die natuurlijk berichten schrijven en zeggen van, hé, het nummer heeft mij echt geholpen, weet je wel, om uit de shit te komen, of het heeft me geïnspireerd, weet je wel. Of er zijn mensen die geïnspireerd zijn geraakt om muziek te gaan maken. Ik denk dat het voor iedereen geldt. Dat geldt ook voor mij als artiest. Ik ben ook geïnspireerd door een Michael Jackson en een Prince en een Stevie Wonder en weet ik veel allemaal, die ook allemaal messages hadden in hun teksten. En tuurlijk, je inspireert ook mensen. En je draagt ook een verantwoordelijkheid met je mee. En ik denk dat het alleen belangrijk is dat je dan hetgene wat je doet en wat je uitdraagt ook kan verantwoorden. En niet dat je maar iets even in de media gooit en van oké, er is nu een circus aan de gang en we gaan er voor de rest niks over zeggen. Want het gaat eigenlijk alleen maar om het feit dat het zo groot moet worden. Zo zit het niet in elkaar. Ik doe mijn onderzoeken wanneer het op conceptgericht is, of op een conceptgerichte album is. Maar het is niet de bedoeling dat we zeg maar alleen maar gaan stoken en nee, dat is niet de bedoeling. Nee, want ik vroeg me even af in hoeverre sommige dingen wel bewust en sommige dingen misschien niet bewust. Enigszins, ik bedoel, de titel van dit album en het vorige album niet, maar dan was het natuurlijk een beetje het Wildersincident met jouw foto. Mm-hmm. Zijn dat eigenlijk in die zin wel een beetje bijkomende geluks, omdat je misschien door de muziek natuurlijk vooral de hip-hop publiek aanspreekt, omdat je daardoor ook wel je boodschap een beetje nog in ik andere het, mensen ja. kan... Ik zie het niet als bijkomend geluk, maar het komt op de foto, maar ja. Ik zie het meer als een bevestiging van mijn product. Okay. En daarmee wil ik zeggen van hetgene wat ik juist probeerde te zeggen op het album, dat is uitgekomen, is bevestigd. Dat laat zien hoe sterk het product is, hoe daarover nagedacht is, dat er tijd in is gestoken en dat het niet een eendags vlieg is die even voorbij komt komen. Jullie zijn al lang niet van me af, weet je. Maar kun je nog een moment herinneren dat je ooit besloot om die foto waar je jezelf... Had je toen ooit verwacht of gehoopt dat het wel misschien op die manier... Voordat het album uitkwam had ik al gesprekken met gewoon vrienden van en dat was eigenlijk niet zozeer dat je het verwacht dat het zou gaan gebeuren, maar dat wel die vraag kwam van stel je voor dat ze die foto een keer verwisselen of dat ze een fout maken. Mm-hmm. 3 weken later was dat wel zo, weet je wel? En toen had ik zoiets van hey, het wordt eigenlijk alleen maar bevestigd en een jaar later was het in een hele slechte film. Dus ja, dat zijn wel dingen die je eigenlijk alleen maar meer bevestiging geven aan mijn album. En benadrukken wat ik probeer te zeggen. En mensen kunnen daar natuurlijk altijd een oordeel over hebben. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen weten dat ik heel goed nadenk over de product die ik maak en die ik wil maken. Het uitgeschreven is, dat er over nagedacht is, erover gesproken is. Dat er vanuit verschillende kanten ook kritische vragen komen. Van oké, daar moet je wel even op letten. Dus ja, je hebt het nodig. Je brengt iets naar buiten wat je uitdraagt, wat je ja, ook moet verantwoorden. In mijn geval. Dus als je met bepaalde titels werkt, als je met bepaalde concepten werkt, als je bepaalde onderwerpen aansnijdt, moet je sterk in je schoenen staan om dat ook goed te kunnen onderbouwen. Is het wel eens moeilijk geweest voor jou of heb je daar nooit moeite mee gehad? Omdat,
Het is moeilijk, want je weet nooit wat je kan verwachten of hoe het verdraaid wordt of dergelijke. Maar waar het mij meer om gaat is dat ik wel een platform heb om het zegje te zeggen. Want er zijn zoveel jongens die wat willen zeggen, maar krijgen daar de kans niet voor. Dus ik mag absoluut van geluk spreken dat ik de mogelijkheid heb om daarover te spreken. En ik omarm ook de slechte, de kritische media in de zin van als ze mij benaderen. Daar moet je mee omgaan. Je moet het spelletje meespelen ook. En ook op zo'n manier daar goed mee weten aan te passen. En weten hoe je daar het beste mee kan omgaan.